opnemen, want de rode lampjes die zijn, de rode ledjes zijn gestopt met knipperen. Dus nu ben ik aan het videoen. Ja, zo. Hoi. En ik heb hier een wieletje eronder, kan ik de camera ook een beetje omlaag doen. Zie, nou gaat hij omlaag en omhoog. Ja, ja, ik kan zo even kijken wat hij doet met die felle wind. Ja. Nou, hij blijft aardig recht. Ja, hij kan windkracht 4 aan, dus we zitten nog goed vandaag. Ja. En dan kan je hem ook... en tegen de wind in. Het is gewoon leuk om hele mooie foto's te schieten van zonsondergang. En ik gebruik het ook wel als ik maak ook vlogs, dus ik gebruik het ook wel als wat extra beeld. Dus hij kan ook bijvoorbeeld automatisch volgen zonder afstandsbediening. Ik start er wel met mijn mobiel, want dan kan ik hem altijd nog bedwingen. En dan kijk gewoon een stukje fiets en dan gaat hij volgen. Dat is ook natuurlijk hartstikke mooi beeld. Ja, dus, die technieken van 2008 is hartstikke mooi. Ja. Hey, maar we hadden het gisteren aan de telefoon nog even over, waar is er in de Tweede Kamer een gesprek over? Ja. En met name op regelgeving. Wat kun je even uitleggen? Jij bent een hobbyist. Ja, 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 ja. Hobbyist. Ja. En wat betekent dat qua regels voor jou? Je bent zelf eigenlijk verantwoordelijk om te gaan weten van wat de regels zijn. Dus, ja. Dus er wordt niet echt bij de winkelieren zo gezegd van, nou ja, hè, je kan bij ons één dag je cursus volgen. Of bij de apotheek krijg je een beschrijving van je medicijnen mee. Maar je krijgt totaal niks mee van regelgeving.